this big one. The humble promotion presents op 30 september. Terwijl de Lotus live een concert op Dile en live. De line-up bestaat uit Jordi Sampi. Dansgroep De Sisters. Rapper Shepherd. Kenya Domini. Peter Domini. Sasa. En your host. En your host. DJ Gerald. En niet te vergeten, helemaal vanuit Mungo, Joop Blad. En de main act on delay en live band. De verkoopkaarten kosten 150 SRD. Later duurder, dus koop je kaart op tijd. De voorverkooppunten zijn Gospel Music Shop te Spanhoek bij Broer Waakzaam en bij de organisatie. Voor VIP-reserveringen bel op het nummer 86-79376 of 74-92854. De avond start precies om 19:30. Humble Promotion presents op 30 september door de Lotus live in concert Odile en live band. Miss it niet, cause is gonna be fire. Goedemorgen Suriname, ik ben Maisha Neus en dit is De Nieuwe Politiek. Vandaag gaan we in gesprek met Janine Jurel. Ze is onderwijzeres en ervaringsdeskundige als het gaat op het gebied van onderwijs in Suriname. Het is nu grote vakantie, u bent met verlof, maar u bent ook onderdeel van de samenleving. U heeft heel wat ouders horen klagen, er is van alles en nog wat verschenen op social media als het gaat om het doorstroombeleid en kinderen met hele lage cijfers die toch gewoon doorgaan naar de volgende klasse. En er rijst heel wat vragen vanuit de samenleving van wat zal het gevolg hiervan zijn op langere termijn. Goedemorgen mevrouw Janine, alles goed met u en wat is uw mening over deze nieuwe ontwikkeling in het onderwijs? Goedemorgen, zoals ik aangeef, of vaker heb aangegeven, ook op mijn social media. De leerkrachten, mijn collega's, zijn niet tegen het nieuw systeem. Het is natuurlijk prettig als er iets nieuws ontstaat. Alleen zijn we wel tegen de uitvoering ervan. Wij zijn niet op de hoogte gesteld. We weten er eigenlijk ook niks van. En als je me zou vragen wat de minister van plan is, weet ik het zelf nog steeds niet. Ik heb er wel aangehoord of beluisterd op verschillende social media programma's. Als ik zo naar de luister, is het prachtig. Ze wil geen kinderen meer aan achterhouden. Kunst, systeem, dans, zang, noem maar op. Dan zeg ik oké. Maar dan vraag ik weer, hebben we de middelen daarvoor wel in Suriname? Hebben we budget ervoor om dat te introduceren? Weet je? Dat is wel waarmee ik zit. Ja, je kan een mooie visie hebben van waar je naartoe wil gaan, maar als de randvoorwaarden niet in place zijn, dan wordt het een stukje moeilijker. En ik ben eigenlijk verrast dat de minister niet op die manier met jullie communiceert, want het zou toch ook belangrijk moeten zijn dat je het personeel, de vakbonden, de leerkrachten, noem maar op, eigenlijk allemaal bijeenbrengt, erover praat, zodat het duidelijk is voor iedereen waar ze naartoe moeten gaan. Want hoe geef je dan eigenlijk op de adequate manier les in dit nieuwe systeem als je niet weet wat de richting is? Dus de meeste collega's geven nu gewoon les omdat ze les moeten geven. Dat is letterlijk. Ze komen naar school om les te geven. Aan het eind van het schooljaar zitten we allemaal klem. Omdat er geen visie is. Wat gaat er gebeuren? Deze studenten moeten over. Kijk, we hebben leerlingen gehad. En de minister gaf aan dat die mensen niet gratis zijn doorgestroomd. In mijn ogen wel. Ik ben op het veld. Een leerling is bijvoorbeeld een heel jaar niet op school gekomen. Je zag er enkel keer. 1, 2, 3, 4 keer. In 2 keer in een week. Soms 2 keer in een maand. En ze is na leerjaar 10. Wordt er vanuit de school dan niet bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar zo'n kind van waarom ze niet? Want er is toch leerplicht in Suriname? Er is leerplicht, maar je kan niet. Omdat het systeem het toelaat dat mensen gewoon doorstromen. Dus ze moet niet komen aangeven dat er geen gratis doorstromen zijn. Je kan niet een rapport hebben met alleen maar tweetjes. En dat kind stroomt gewoon door. Dus in leerjaar 9 wil ik echt vragen dat die mensen dat ding goed aanpakken. Laten ze het goed aanpakken. Want nu komt introductie leerjaar 10. Hoe verder? Gaat het volgens hetzelfde systeem door? Stromen ze ook gewoon door? Je hebt dit jaar Milo A, Milo B en Milo C. Wat houdt Milo A in? Wat houdt Milo B in? Wat houdt Milo C in? Vorig jaar is Milo C geïntroduceerd. Dat is een pilot en het is goed verlopen. Heb ik begrepen. Wat het precies inhoudt, weet ik nog steeds niet. Maar waar ik wel vraagtekens heb, is Milo A, Milo B, Milo C.
Waar stromen deze kinderen dan naartoe? Uiteindelijk komen ze op diezelfde middelbare school, waardoor ze daar gaan stuiten. Ja, want je kan inderdaad niet eindeloos doorgaan met lage cijfers. En dan niet verwachten, want er komt op een gegeven moment toch een examenmoment. Dat is onvermijdelijk, lijkt mij. Want iedere vorm van scholing wereldwijd heeft een aantal jaren en dan een toetsmoment of je het hebt begrepen. Dus is er bekend waar in welk leerjaar dat toetsmoment zou komen? Ik heb begrepen nu. Dus leerjaar 10 komt er een toetsmoment en vandaar komt er een scheiding. En dan ga je naar Milo A, Milo B. Ja, dan ga je naar Milo A, Milo B, Milo C. Daar komen ze, daar gaan ze nu kijken, ben je goed in kunst, ben je goed in talen of leervakken. Zoiets moet het zijn. En afhankelijk van je cijfers? Dan ga je... Precies, afhankelijk van de cijfers moet je naar één van die richtingen. Weet u of die MULO-scholen ook al op dat niveau zijn ingericht? Dus in een MULO-C, ABC-stijl? Nee, want MULO-A, MULO-B bijvoorbeeld. MULO-C is volgens mij wordt de kalorschool. Dat is wat ik weet. Er zijn een paar scholen benoemd naar MULO-C niveaus. Maar dat vraag ik me af. Volgend jaar moet dat kind dan van de MULO-school om zich daarin te schrijven op een ander MULO-school. Want ik lees heleboel dingen. MULO-school is nu gelijkgesteld aan middelbaar. Ik begrijp dat heel systeem nog steeds niet. Ik zeg wel, het is een mooi systeem hier. Maar de uitvoerder van is bar slecht. Het thema wat ik hieruit haal, als ik goed naar u luister, is gebrek aan visie en gebrek aan communicatie vanuit het en uitvoering vanuit de beleidsmakers. Als mevrouw Levens, die minister is en hierom gaat, als u haar een boodschap kan meegeven en ze zou nu kijken en luisteren, wat zou u haar zeggen? Ik zou haar zeggen, als ik minister was, zou ik niet beginnen. Mijn intrede zou niet direct beginnen met nieuw systeem. Als je een nieuw systeem wil introduceren, begin eerst met de boeken. Want dezelfde boeken dat mijn moeder heeft gehad, kreeg ik ook. Generaties hebben we dezelfde boeken. Begin met je universiteit. Als je loopt naar de universiteit of je neemt een kijkje nu, ziet de universiteit er nu uit. Het is bebost, het is niet geverfd. Begin aan dat soort dingen. Maak het onderwijssysteem stabiel. Laat het ook een mooie verfraaiing zijn. En dan pas kunnen we na 2 jaren kunnen we zeggen, we beginnen met een nieuw systeem. We introduceren het nieuw systeem in. Inhoudelijker, ja. Want het kan niet toch, je wilt met een nieuw systeem beginnen, maar we hebben geen boeken. Maar mevrouw Levens heeft eigenlijk, naar mijn perceptie, een manier gevonden om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Door aan te geven dat het nieuw systeem niet van haar afkomstig is, maar van de vorige regering. En ik dacht daarbij van, oké, ook al is dat waar. Het idee op zich is niet slecht, maar als je nog niet ready bent voor de implementatie daarvan, dan heb je de keuze om er niet aan mee te werken. Dan kan je zeggen van, hey mensen, we zijn nog niet ready, dus we gaan nog even door op de oude manier. Dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook. Ik zeg, we wisten ook dat we niet ready waren. Er was geen geld. Dan kan je niet beginnen met de introductie van een nieuw systeem. En dan kom ik weer terug. Begin met nieuwe boeken. Begin met iets anders. Je introduceert kunst in. Maak boeken ten aanzien dat met kunst te maken hebben. Je wilt talen daar. Vervrij dat ding. Geef het een ander jasje. Een facelift. Precies. Maak het inderdaad, vooral in deze moderne tijd waarbij kinderen op telefoon zitten, allerlei mooie dingen zien. Je moet het inderdaad aantrekkelijk voor ze maken. Het zou bijvoorbeeld ook goed zijn als er bijvoorbeeld meer technologie werd gebruikt in de vorm van tablets en noem maar op. Maar dan komen we weer op het stukje wat u aanhaalde, middelen. Ja, en wat zo leuk is, ze hebben geïntroduceerd ICT. Dit schooljaar of vorig schooljaar hebben ze ICT geïntroduceerd. ICT was er eigenlijk al. Maar bij mij op school wordt ICT gewoon gegeven in een klaslokaal. En dan moeten die kinderen neppe laptops maken en een heleboel dingen. Wat willen we daarmee bereiken? Want er zijn geen middelen om een ICT-lokaal te bouwen. Er is geen geld. Dus laten we dat soort dingen. Weet je, als ze daarmee eerst was begonnen, mensen willen ICT introduceren. We gaan beginnen met bouwen van de ICT-lokalen. Ja. En dan dan had je een beter beleid. Klopt. Een kijker zegt hier, je kan niet een nieuw systeem introduceren terwijl je huidige systeem al niet werkt. Precies, ik ben het helemaal eens met de kijker. Je kan geen nieuw systeem introduceren terwijl ons fundament al niet ready was. Precies. U bent al een tijdje leerkracht. We hebben ook
een COVID-periode gehad met alle gevolgen van dien. De scholen waren gesloten of mensen gingen maar 1 tot 2 keer in de week naar school. Andere kinderen werd gestimuleerd om via de televisie, radio en smartphones hun lessen te volgen. Maar zoals we weten zijn er ook grote gedelen van de gemeenschap die geen toegang hebben tot die middelen, waardoor hun kinderen een achterstand hebben opgelopen. Wat heeft u ervaren in het natraject van COVID als het gaat om het onderwijs? Alles, weet je, de mensen schuiven alles op COVID. Ook het nieuw systeem, omdat COVID er was en dan zouden kinderen blijven zitten. Maar is er wel een peiling gedaan hoeveel kinderen eigenlijk zouden blijven zitten? Want ik denk het niet. No. De minister heeft aangegeven dat ze naar de school is geweest en 1 kind sliep in de 1 school en 1 kind sliep. En aan de hand daarvan heeft ze gezegd, er moet een nieuw systeem. Dat is wat ik heb kunnen volgen uit het gesprek met Limburg. Op 1 school en 1 kind. Was er wel een peilingtoets na COVID-periode om aan te geven dat we naar een nieuw systeem toe moeten. Want sowieso zijn we niet ready toch. We zien die clinch. We zien dat we gaan stuiten ergens. En nogmaals, als de minister mag luisteren of iemand van de beleid. Oké, Kassani, want het werkt niet. Ik heb hier een vraag vanuit de gemeenschap van Monique. Ze geeft aan, we gaan terug naar grotere klassen. Wat vindt u daarvan? De grotere klassen waren we al gewend. We kennen situaties met 30 kinderen en 35 kinderen. Maar werkt het wel in het nieuw systeem? Gaat het wel werken in het nieuw systeem? Wat is uw kijk daarop? Want u heeft natuurlijk meer ervaring. Het kan niet anders. Want doordat ze iedereen hebben laten doorstromen, zit ons systeem belast. Er zijn heel veel kinderen, zeker een 20%, die nog steeds geen scholen hebben. Ze willen beginnen met middagscholen introduceren. Of weet je, maar er zijn heel veel, dat kan niet anders. We gaan die kinderen moeten plaatsen met er een leerplicht is. Ja, je moet ze plaatsen en iedereen gaat over, dus niemand blijft zitten. Dus de klassen groeien alleen maar. Precies, dat gaan we hebben op den duur. De klassen blijven maar groeien. We hebben gezien dat in Frans-Guyana, daar is het onderwijssysteem op een bepaalde manier ingericht dat je in de ochtend school hebt. Ja. En in de middag dan heb je een tussenbreek van een uur waarbij je naar huis kan gaan om te eten of je eet op school. En dan heb je ook weer in de middaglessen dan tot een uurtje of 4, 5 wanneer de mensen van het werk gaan en dan gaan ze gezamenlijk naar huis. Denkt u dat zoiets ook zou kunnen werken in Suriname? Als ik minister was, had ik dat geïntroduceerd met het nieuw systeem. Ze wil kunst introduceren, ICT introduceren, LO introduceren. Die dingen waren er al, maar ze willen het uitgebreider. Ik zou dus dan deze vakken brengen naar de middaguren. Ben jij een kind dat van LO houdt? Middaguren. Na 1 uur, je gaat naar huis, want daarom zijn de kinderen nu in de buurt. Je gaat naar huis, je komt terug. Vanaf 2 tot 4 gaan we sporten. 2 tot 4 gaan we kunst doen. 2 tot 4 gaan we zang en dans doen. Dat zou ik doen in het nieuwe systeem. Maar nu heb je alles van 8 tot 1. Als we eerste lesuur moeten beginnen met gimmen, krijg ik dat kind tweede lesuur niet bij de les om te rekenen. Nee, het is onlogisch inderdaad als je intensief bezig gaat zijn om daarna nog de aandacht op die manier te verwachten. Precies. Dus heeft ze wel daarop gelet. Ik zeg, nieuw systeem, geen kasani. Breng bepaalde vakken naar de middag. Dat zou mee uitvoer zijn. Er is nog een andere opmerking hier die aangeeft dat het mogelijk is, of wat u ervan vindt hoor, om op de lagere scholen bijzonder onderwijs voor in te richten, zodat de kinderen die zouden blijven zitten extra aandacht krijgen voor de vakken waar ze slecht in zijn. Maar dat zei ik net toch. Breng het naar de middag. Breng die vakken naar de middag. Maar het nieuwe systeem, bijvoorbeeld bij je slecht in rekenen, geeft het nieuwe systeem eigenlijk aan dat je dan niet meer in die richting hoeft. Daarom zeg ik, het systeem is mooi. Het systeem is mooi, want bijvoorbeeld ik was geen leerling dat van muziek hield. Maar alle andere vakken had ik misschien wel voldoende, maar muziek had ik misschien een 4. En ik ben dan ook niet doorgegaan. Maar je bleef toen wel zitten om een 4 voor muziek op de kweekschool. Snap je? Dus eigenlijk willen ze dat weghalen. Dat die je gaat niet door met muziek. Je wordt niet gestraft voor dingen waar je niet goed in bent. Klopt. Dus daarom zeg ik, het nieuwe systeem is mooi. Maar de aanpak ervan, de uitvoer, daar steunen we.
Ik heb nog een vraag hier. Vroeger was ons systeem hoger of gelijkwaardig aan het buitenland en hadden we heel wat mensen die dan als ze in een ander land gingen studeren, dat ze gelijk mee konden gaan omdat het niveau dusdanig hoog was. Wat is er gebeurd naar uw perceptie dat het zo verzwakt is op het niveau waar we nu zijn als natie? Ja, vroeger als je als kind wegging naar het buitenland, hoefde je geen klas terug. Nee. Nu wel, omdat ons systeem helemaal achteruit is. Ons onderwijssysteem is achteruit gegaan. En dat is jammer. Waar denkt u dat dat aan heeft gelegen? Ik zou het niet weten hoor. Ik zou het echt niet weten als het waaraan het ligt. Toen ik begon op school hadden we heel veel... Ik weet niet, ik zou niet weten waaraan het ligt. Dat ons systeem zo minder is. Oké, misschien dat van de overgangsrapporten, want het buitenland werkt niet met onze rapporten. Die rapporten van toen waren wel goedgekeurd, maar onze voortgangsrapporten het buitenland niet. Het buitenland werkt niet daarmee, waardoor je een klas terug moet. Wat zou u graag anders zien in het Surinaams onderwijs? Los van de punten die u al aangehaald. Zijn er andere dingen waarbij u denkt van dit kan ook aangepakt worden? Onze boeken, meisje. Onze boeken. Het kan niet dat ik nog steeds uit een boek les moet komen geven van de jaren toen. We moeten daaraan verandering inbrengen. Omdat die generatie verandert. Die kinderen zijn niet bij de les. Ik ben Engels leerkracht. Ik kan niet gewoon voor de klas staan uit een boek van de jaren toen en dingen vertellen terwijl het niet eens in die kinderen hun perceptie ligt. Van wat vertelt deze vrouw ons? Nee, ik ben het wat dat betreft met u eens, want ik heb ook dezelfde boeken gehad als mijn vader. En ik hoor vrienden van mijn leeftijd nu, ik ben 36, die ook hun kinderen dan op school hebben en ook gewoon weer de lesmaterialen herkennen. Dus ik vind het wel triest inderdaad dat we in al die jaren nooit mee zijn gegaan met de tijd, met de ontwikkelingen, terwijl er zoveel nieuwe dingen in de wereld bij zijn gekomen. Dus het lijkt eigenlijk alsof we een beetje bewust stil of achter of op een bepaald niveau worden gehouden. Klopt. Wat ik nog erbij wil vertellen, het nieuw systeem vraagt ook heel veel geld. Het is geen support. Het nieuw systeem vraagt eigenlijk meer geld van de ouders. Want het nieuw systeem vraagt ons om dat de kinderen meer werkstukken maken, meer hun creativiteit. Dus in plaats van om in de klas te zitten en te luisteren naar de les, dat ze meer projecten uitvoeren en weet je, kunst en cultuur. Bijvoorbeeld bij Engels, ga een gedicht maken of schrijf iets in het Engels over jezelf. Maar de middelen zijn er ook niet voor, want het is lastig om dat jij die opdracht geeft als leerkracht en 10 kinderen kunnen niet mee, omdat hun ouders dat geld niet hebben. Dus laat de minister even kijken hoe ze daarmee om moet gaan en hoe ze het anders kan doen. Er is een opmerking gemaakt hier, die ik wel belangrijk vind. Welke leerkracht die een gezin heeft, zou zowel 's morgens als 's middags willen werken? Of bedoel je dat er 's middags de andere leerkrachten zullen onderwijzen die niet echt bekend zijn met de zwakheden van het kind? Is dit... Twee dingen haal ik hieruit. Want voor een normaal functionerend land is een werkdag 8 uur. Dus officieel zou je moeten zeggen, we moeten af van die 7-even mentaliteit. En ja, de leerkrachten zouden gewoon tot de middag door moeten werken. Of zegt u van nee, we moeten het apparaat uitbreiden, meer leerkrachten in dienst nemen. Dat je mensen hebt die een ochtendshift hebben en mensen die een middagshift hebben. We zijn genoeg belasten in ons onderwijssysteem. Ik ben een van de leerkrachten. De dag dat ze me oproepen om in de middag les te geven, ben ik daar. Er zijn genoeg leerkrachten die niet in die files 's morgens willen zitten. Er zijn genoeg leerkrachten die wel hun kind 's morgens willen brengen naar school en dat niet kunnen. Ze zijn afhankelijk van schoolbus. Dus er zijn wel leerkrachten die het wel zouden doen om in de middag naar school te gaan. En het zou mogelijk kunnen zijn. Er zijn leerkrachten die graag huiswerkbegeleiding geven. Er zijn heel veel... Goed dat de persoon dit zegt. Waar ik ook verandering in zou willen brengen is... Op de lagere school staan nog steeds leerkrachten van 8 tot 1 voor de klas. En geven alle vakken rekenen, taal, kunst, LO, noem maar op. Maar het zou beter zijn als we naar vakleerkrachten gaan. Geef je vak. En aan je vak kan je dan zien, ben je voor de ochtend beschikbaar of ben je voor de middag beschikbaar. Want je hebt mensen die van kunst houden. Dan schuiven we die mensen naar de middag.
zou inderdaad een model zijn, ja, dat je vakgericht bent. Ja, precies, waarom ik dat ook zeg. Je hebt leerkrachten die eigenlijk geen rekencapaciteiten hebben. Maar je moet wel rekenen voor zorg geven. Je moet rekenen voor zorgen aan die kleintjes op de lagere school. Terwijl je zelf, precies. Ja. Dat is de overdrachtsleg. Terwijl je echt goede rekenleerkrachten hebt. Je hebt goede Nederlandse leerkrachten. Ik vind dat een heel mooi punt dat je aanhaalt, inderdaad. Dat zou denk ik wel een goede manier zijn. Dus er moet eigenlijk gewoon meer geïnventariseerd worden onder de leerkrachten zelf. Wie, wat, waar, waar, wat hun sterktes zijn. En dan kunnen ze dat ook het beste natuurlijk overbrengen aan de kinderen. Mooi aangehaald, inderdaad. Wacht even, laat maar kijken hoor. Voor nog opmerkingen. Of er nog meer. Trouwens, denkt u niet dat als we in de middag ook open zouden gaan, dat dat heel veel mensen oppaskosten zou schelen? Ja, toch? Want nu heb je 's ochtends school en dan later schoolbus en dan oppas en noem maar op. Terwijl als je in de middag gewoon school hebt, dan valt dat als kostenplaatje gelijk weg. Ouders gaan in de middag van het werk, ze nemen hun kinderen en ze gaan naar huis. Precies, want dan is alles al gedaan voor zo'n ouder eigenlijk. Want dat wordt het nieuwe systeem, toch? Dat de leerkrachten het eigenlijk doen en niet de ouders. Eigenlijk, men zegt, dat is wat ik heb geleerd, als een goede leerkracht, als dat kind naar huis gaat, hoeft de ouder thuis niet te werken. En eigenlijk ben ik het eens daarmee. Als het gaat om oefenen en al dat soort dingen, omdat je alles eigenlijk qua school al tijdens school doet. We hebben dat ook gezien in veel Europese landen. In het nieuwe systeem kunnen de meeste ouders niet mee. Maar we laten wel alles voor de ouders. Terwijl breid je dat ding helemaal uit naar de vierde, naar 4 uur. Ik zou het houden op 4 uur. Ja, daar hebben we. Er zijn heel veel voordelen als we ons tijdstippen gaan veranderen in het onderwijs. Ik heb een tijdje het Fins onderwijs gevolgd. En zij hebben dus eigenlijk hetzelfde model. Ook middagschool tot de middagschool. En zij geven geen huiswerk. Omdat ze dusdanig intensief met die kinderen bezig zijn. Dat ze eigenlijk alles oppikken wat ze moeten oppikken. En ook omdat het is bewezen dat je hersen eigenlijk maar een bepaald tijdspan heeft dat het zaken opneemt. Daarna is het klaar voor de dag, om het zo te zeggen. Morgen weer, je weet toch? Dus, en dat laat dan inderdaad ook meer tijd uit thuis, als die kinderen eenmaal thuis zijn met hun ouders, dat ze meer quality time kunnen hebben, dat ze leuke dingen samen kunnen doen. En ook net als wat je zegt, we haalden je ook aan, iedere generatie ontwikkelt zich sneller en anders. Dus die kloof wordt steeds groter. Dus ik kan me ook voorstellen dat er soms ouders zijn die dan hun kinderen huiswerkbegeleiding of noem maar op moeten geven en daar soms echt zeggen van, wat staat hier? Klopt, dat hebben we vaak. Maar in het onderbouwsysteem is het zo. Je mag je huiswerk meegeven. Leerjaar 3 tot leerjaar 5 of 6 mag je geen huiswerk meegeven. Dus die boeken, daar zijn die boeken wel veranderd. Taal, plezier in rekenen en iets met plezier in taal. Zoiets moet het zijn. Als ik me niet vergis. Zoiets moet het zijn. Dus daar, uit dat systeem kan je geen huiswerk meegeven, omdat het is ingedeeld in week 1, dag 1, week 2, dag 1. Dus snap je? Je kan geen huiswerk geven, anders is dat kind voor. En het is zo dusdanig ingedeeld dat het precies voor een schooljaar is. Okay. Dus je kan geen huiswerk meegeven naar huis, anders ben je veel te snel klaar met dat boek. Dat klinkt eigenlijk interessant. U heeft hier een mooi compliment van een dame. Je ziet dat deze docent te hard heeft voor haar werk. Ze draagt goede ideeën aan. Hopelijk wordt er iets mee gedaan. Hopelijk ook. Laat me daarbij vermelden dat met de introductie van het nieuwe systeem op Facebook ben ik echt een van die juffies die steeds aangeeft dat we zullen stuiten met dit nieuwe systeem. Dus het ministerie heeft toen besloten om me te vragen om filmpjes te maken hoe ik mijn lessen verzorg, dat ze werkjes hebben gezien. Ik heb echt passie voor mijn vak. Ik hou van lesgeven. Daar sta ik gewoon voor. En ze hebben me toen gevraagd om filmpjes te maken over mijn lessen. Zodat eigenlijk je andere leerkrachten precies kan motiveren eigenlijk wat ze willen met het nieuwe systeem. Okay. Dat is mooi. Laten we hopen dat daar waar wat mee wordt gedaan. Er wordt wat mee gedaan. Maar laten we hopen dat er een betere uitvoer dit jaar is. Het is hinderlijk als leerkracht. Het is lastig als je in een vergadering moet zitten. Maar directeur, wat moet er dan gebeuren met deze cijfers? Wel, ik weet het niet. Het is niet zo prettig om dat steeds aan te horen. Ik wil u vragen hoe u ermee omgaat als leerkracht, ambtenaar. En toch
ook kritische burger, want u uit zich fel op Facebook. Als u het ergens niet mee eens bent, dan laat u dat weten. U bent ook onderdeel geweest van de protestacties eerder dit jaar in juli. Hoe ga je daarmee om? Want er zijn toch best wel vanuit de ambtenarij een bepaalde vrees om op deze manier eigenlijk hun stem te laten horen. Ik vind het wel heel admirabel dat u dat gewoon zo durft zonder wat. Komt zeldzaam voor in Suriname namelijk. Ja, klopt. Ik vries niet. Ik heb geen broedvries, omdat ik mijn sterkte ken. Je gaat de goede leerkracht niet uit het systeem halen, dat is één. Ik ben jaren in het onderwijs. Ik ken mijn regels, ik ken mijn rechten, ik weet precies waarvoor je moet opkomen. Dus waarom zou ik een vries moeten hebben? Ik weet precies, al tot 10 uur is je dag gedekt. Als ik wil gaan protesteren, moet ik na 10 uur op straat zijn. Snap je? Dus dat soort dingen. Maar ja, je hebt andere collega's. We hebben ook nu een rancunieus beleid. En dat moeten we niet onderschatten. We moeten dat helemaal niet onderschatten. En misschien vandaar dat ze een vries hebben. Maar ik heb geen vries hoor. Ik doe het al jaren en er is me nooit echt wat overkomen. Nou, ik hoop dat andere leerkrachten, als ze naar dit interview kijken, dat ze inspiratie uit u kunnen trekken. Want het is mooi om te zien wanneer een jonge vrouw echt zo in de kracht staat en zegt van, hey, luister, ik weet dat ik mijn werk goed doe. Jullie kunnen me niet vervangen, dus ik doe wat ik moet doen en laat jullie me met rust. Ja, klopt. Ja, niet vervangen. Ze kunnen je wel vervangen. Maar ze zullen het missen. Ze zullen het missen. Ja, that's it. Denk je dat ze u ooit, ik klap het af natuurlijk, maar zouden ze u ooit thuis kunnen zetten in de zin van dat ze u geen les laten geven? Of is dat eigenlijk niet, of is dat al gewoon in het onderwijs? In het onderwijs kan je iemand niet thuis zetten. Wat je wel kan doen is degene muteren. Naar een andere school. En meestal muteren ze je naar het binnenland. Om je te pesten eigenlijk. Dan muteren ze naar het binnenland. Want daar ga je niet elke keer komen protesteren. Vanuit Godolo bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen. Maar ook al was ik daar, zou ik toch protesteren. Dus ik denk dat ze inmiddels al weten van, nee hoor, laat de rustig hier. We zijn straks aan de vooravond. School moet weer beginnen. Zometeen volgende week heeft u een boodschap aan de moeders en vaders die hun kinderen naar school sturen. Bereid je goed voor als ouder. Ik heb heel veel uitgegeven aan schoolspullen. Het is niet je malligheid. Maar bereid je goed voor. Bereid je mentaal erop voor. En succes aan alle studenten, leerlingen. Ja, dat moet ook even benoemd worden, want het zit nu ongeveer op 5000 SRD een kind. Als je je kind naar school wil sturen, dan is het met alles natuurlijk inschrijfgeld, uniformen, patta's, broeken, schoolspullen enzovoort. En hoe meer kinderen je hebt, hoe moeilijker dat wordt natuurlijk. Hoe denkt u dat de ouders die daar de middelen niet voor hebben, mee om moeten gaan? Want ik kan me ergens ook wel voorstellen dat als je veel kinderen hebt en je dat geld niet hebt, want je hebt misschien gewoon een normale baan, dat je dan makkelijker eigenlijk je kinderen niet naar school stuurt of drop-outs stimuleert. Hoe gaat u eigenlijk als leerkracht daarmee om? En wat ziet u daarmee als het gaat om het veld? Als leerkracht vind ik het heel jammer, omdat ik nu al weet dat er heel veel kinderen dit jaar niet naar school kunnen. Of ze sturen hun kind wel, maar zonder brood. Zonder drinken. En dat is heel erg. Vroeger hadden leerkrachten het zo goed om te zeggen, weet je, ik neem brood mee. Ik neem 10 brood, ik neem een pak brood mee, een pak kaas. Elke dag. En dan wordt er voor deze kinderen gezorgd. Ik kan me nog heugen, op mijn oude school had je een systeem, 30 SRD per maand. En dan konden die kinderen elke dag eten. Er was een keuken, er werd daar gekookt of er werden broden belegd. Maar dat heb je nu niet meer. Vanwege de koers. Ja, het wordt natuurlijk ook harder voor de leerkrachten. Ja. Dus ze kunnen niet meer inspringen waar ze dat voorheen deden. Het MINOF moet dit soort zaken toch ook wel weten. Gaan ze hier op een bepaalde manier mee om? Of is het gewoon, we hebben geen geld? Nee, we hebben geen geld. Dat is het gewoon, we hebben geen geld. En dat is jammer. Dat is echt jammer. Ik kan nog zeggen van, weet je, ik breng altijd voor deze 2, 3 kinderen kan ik het missen om een broodje te brengen. Maar ik kan het ook niet brengen voor de hele school. Dat is jammer. En we onderschatten het. Maar kijk, we hebben scholen op Noord waar die kinderen het beter hebben. Maar we hebben ook scholen aan deze kant. Weet je, dat is mijn school waar ik zie, waar ik les heb gegeven. Waarbij ik zie van, no boy. Niet te doen, niet te doen.
Ja, dat is wel een trieste zaak, inderdaad. Mijn hart gaat uit naar de kinderen die met honger naar school moeten. Want dat verdient geen enkel kind. En het zou de beleidsmakers sieren als ze dit serieus zouden aanpakken. En dan nog verwacht het nieuw systeem dat die ouders veel meer kopiëren en veel meer dingen kopen. Terwijl, kijk, ik heb een, mijn jongen zit in een kleuterklas. En ik heb een ander, dus los van hun schoollijst, schort, kleurpotloden, eet, heb ik een ander lijst gehad. Waarbij toen moest het ministerie daarvoor zorgen. Maar nu moeten de ouders daarvoor zorgen. Dus dat is een extra lijst. Hand sanitizer, toiletpapier, een pak A4-vel. En gisteren was ik een office supplies en het kost 400 zoveel SED. Dus als alle 30 kinderen in die klas dat moeten brengen. Dus dat is voor het heel schooljaar eigenlijk. Heb je papier, vouwblaadjes, vouwkarton. Ik ken dat niet. Mijn tijd kende ik dat niet, dat mijn moeder daarvoor moest zorgen. Nee, de school had alles. De school had daarvoor alles, betaal je toch zorgen? Daarvoor betaal je materiaal, geld en dat soort dingen. Nee, ik heb een duidelijker inzicht in het onderwijs op het moment. Ik wil u danken voor uw tijd vandaag. En ook danken voor uw zeer mooie inzichten en mooie ideeën die u heeft aangedragen. Ik hoop echt oprecht dat het ministerie van Onderwijs daar notitie van neemt. En eigenlijk meer gaat luisteren naar jonge Surinaamse leerkrachten met mooie ideeën zoals u zelf. Ik wil u toch de ruimte geven om uw slotboodschap te doen aan de kijkers en luisteraars van DTV. Wel, alle ouders, ik wens jullie veel succes. Ik weet, het is een zware periode voor jullie rond deze tijd. Maar ik wens jullie veel succes. Haal alles in je vermogen om eigenlijk gemotiveerd te blijven. Ook de studenten die niet gemotiveerd zijn, want ook die zijn niet gemotiveerd. Maar doe er alles aan, weet je. Veel succes. Ik wens jullie echt het allerbeste toe. De school begint maandag, hopelijk, want er is geen brood. Dus hopelijk begint de school maandag. En dan wens ik mijn studenten, de ouders, veel succes toe. Dankjewel, mevrouw Janine. Beste kijkers, dat was het voor deze aflevering van De Nieuwe Politiek. Fijne dag en tot ziens. Suriname, are you ready for this big one? The Humble Promotion presents op 30 september te Witte Lotus live een concert op Dile en live band. De line-up bestaat uit Jordi Santi, dansgroep The Sisters, rapper Shepherd, Kenya Domini, Peter Domini en your host, DJ Gerald. En niet te vergeten, helemaal vanuit Mungo, Yo Blood. En de main act op Delay en live band. De voorverkoopkaarten kosten 150 SRD. Later duurder, dus koop je kaart op tijd. De voorverkooppunten zijn Gospel Music Shop te Spanhoek bij Broer Waakzaam. En bij de organisatie. Voor VIP-reserveringen bel op het nummer 8679376 of 7492854. De avond start precies om 19:30. Humble Promotion presents op 30 september te Witte Lotus live in concert, Odile en live band. Miss the need, cause it's gonna be fire. Cut it.